De ondervoorzitter van de Nationale Assemblée, Deo Sharman, vindt dat de Nationale Assemblée moet uitgroeien tot een volwassen organisatie. Echter zal er volgens hem nog een lang traject afgelegd moeten worden om dit te realiseren. Onze nieuwsredactie sprak met de ondervoorzitter in verband met het 155-jarig bestaan van het college. De parlementariër is van mening dat er door de jaren heen veel succes is geboekt met het in ontwikkeling brengen van de organisatie. Het functioneren van het parlement. Ja. Ik bedoel, als we al 152 jaar oud zijn, op volwassen leeftijd, om het zo te noemen als parlement. Maar dan nog zie je in de uitvoering van het werk van het parlement, en dat is mijn persoonlijke mening, heel vaak emotie een te belangrijke invloed heeft op de performance van leden. We denken dat als we luid gaan praten en gaan gillen en gaan, weet je wel, dat we meer schoren. Daar gaat het niet om. Het gaat om de zakelijkheid, het gaat om de argumentatie, het gaat om, zaken voorhouden die op realiteit geschoeid zijn. Die zakelijkheid mis ik nog. En wat dat betreft hebben we nog een lange weg te gaan als parlement om te gaan groeien. Tot een volwassen parlement. Eén waar wij debatten tellen, één waar wij argumenten tellen, één waar wij overtuigingskracht gaan tellen. En dat je niet zomaar gaat zwaaien met blanco documenten zoals dat in het verleden ook wel is gebeurd. Sharman zegt verder dat er gewerkt moet worden aan modellen om het volk meer inspraak te geven in het parlementswerk. Er wordt volgens hem wel vaker hierover gedebatteerd. De ondervoorzitter zegt ook dat er aan de andere kant wel degelijk is gewerkt aan het transparanter maken van de organisatie binnen de samenleving. Ik denk die openbaarheid die we geven met allerlei programma's en live uitzendingen, dat die samenleving in ieder geval bij betrekt. Dat ze weet wat er zich afspeelt in de Nationale Assemblée. Maar hun rechtstreekse betrokkenheid, dat moet ook gaan nagaan op welke wijze dat inderdaad inhoud zou kunnen krijgen. Weet je wel, ik hoor mensen ook zeggen van ja, misschien moet je in een openbare commissie ook mensen toelaten, deskundigen toelaten, die van tevoren zich hebben geregistreerd en een zegje willen doen. Ik weet niet, het zijn allemaal ideeën die worden geponeerd om te kijken hoe die betrokkenheid van die samenleving vergroot kan worden. Natuurlijk zouden we blij zijn hoe meer inzichten bij de behandeling van wetten of issues, des te beter dat is. Maar nogmaals, ik denk dat het inderdaad zaak is dat we op de een of andere manier die betrokkenheid van de grote samenleving moeten gaan vergroten. Volgens Sharman is het de taak van de parlementariërs om het volk meer te betrekken bij hun werk. Hij is verder van mening dat hoe moeilijk het ook is, assembleeleden niet moeten vergeten dat het volk ze daar heeft geplaatst en veel mensen daardoor grote verwachtingen hebben.